Ik denk dat wij het goed hebben gedaan. Wij hebben Heerenveen geanalyseerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat ze vooral de laatste weken heel veel tegenstanders ondersteboven hebben gespeeld. Vaak ook in een uitstekende omschakeling. Nou, dat hield in dat wij het compact moesten houden. Het tempo er in ieder geval uithalen bij het Veen. En zelf in de omschakeling goede dingen doen aan de bal, want anders blijf je onder de druk. Ik vind dat wij vooral de eerste helft, het eerste half uur, dat uitstekend hebben gedaan. Waarbij we ook een flink aantal kansen hebben gekregen. Waar we niet scherp in zijn geweest. Een kwartier voor rust vond ik dat Heerenveen te makkelijk centraal de bal vrij kreeg. Waardoor we wat onder druk kwamen. Na de rust eigenlijk idem dito, hetzelfde verhaal. Heerenveen veel in balbezit. Relatief weinig creërend, omdat wij heel dicht bij elkaar staan. En alleen in de allerlaatste fase met het opportunisme zijn we nog een beetje in de problemen gekomen. Ik vind het een compliment voor mijn ploeg door zo te spelen, de angel uit de wedstrijd te halen. En misschien hadden we zelfs wel ietsje meer kunnen halen. Daar ben ik heel tevreden over. Ik ben heel blij met een punt in een uitwedstrijd, een moeilijke uitwedstrijd als deze. En wij zitten volop in die strijd om degradatie. En dan is het ieder punt, zoals we dat pakken, zeker in uitwedstrijden en bij goede tegenstanders, is gewoon meegenomen. Dank u wel. Dan is het woord aan Dwight Lodeweges. We hadden verwacht ook dat NAC op deze manier zou spelen. Dus we proberen het team op voor te bereiden. En dan spelen we in de eerste helft. En dan weet je dat je wel geduld moet hebben, maar dat je ook een bal heel snel rond moet laten gaan. En dat je middenvelders in moet spelen, maar dat je ook moet durven instappen, indribbelen. Nou, eigenlijk hebben we dat allemaal in een te laag tempo gedaan. Zeker in die eerste helft. En er ontstond niks nieuws op het middenveld. Er werd niks losgespeeld. We kwamen heel moeilijk ook voorin. En dat heeft te maken met 5 balcontacten. Dat heeft te maken met ballen te zacht dan ook inspelen. Dan kan NAC die loopt aan alle ruimtes die ontstaan, die zijn dan inmiddels al dichtgelopen. Dan krijg je nooit dat je middenvelders ertussen aan kunt spelen. Want alles zit al op slot, zit dicht. Nou, ik vind dat we dat in de tweede helft wel beter hebben gedaan. En dat we in een hoger tempo gingen spelen. En dan zag je ook dat NAC het uiteindelijk moeilijker ging krijgen. En dat hadden we eigenlijk al in de eerste helft moeten doen. Want soms is het ook een kwestie van geduld om een tegenstander stuk te spelen. Maar zoals we dat in de eerste helft deden, dan speel je ze niet die stuk. Hadden we dat wel gedaan, in een hoger tempo gespeeld, dan had je daar misschien nog in zo'n laatste half uur van kunnen profiteren. Lopen ze op een tandvlees en dan moet je ook een beetje het geluk hebben om die goal te maken. Ik vind dat wel een les voor ons. Wij komen goed uit de voeten als wij tegen tegenstanders moeten spelen die zelf ook willen spelen. En dan krijg je een soort 1-op-1 wedstrijd en dat gaat voetballen. Wij hebben een beetje moeite met het feit van als tegenstanders niet echt mee willen doen. En dat die eigenlijk gaan verdedigen, dat ze dat voor elkaar hebben. En dat is hun goed recht ook om dat te doen. Maar dan vraagt het wat anders van je. Nou, daar zijn we mee bezig, maar we zijn er nog niet. Dat moet nog komen. Dat was het maar.